Het was een langslepend proces, maar nu ligt er eindelijk een uitspraak van de Hoge Raad over de plannen voor een railterminal bij Reet. De uitspraak heeft bijna een jaar op zich laten wachten, maar de Hoge Raad komt nu dan toch met een definitief besluit. De aanleg van de omstreden railterminal bij buurtschap Reet mag doorgaan. Er komt een containeroverslagpunt direct aan de Betuweroute en ook vlakbij het huis van Koos Nijssen. Hij voert al jaren samen met andere bewoners actie tegen dit plan en is niet van plan om de strijdbijl te begraven. Pokken. Ja, het is jammer. Het is, we wisten dat die kans er wel in zat, natuurlijk. Maar het is doordat het juridisch nou blijkbaar mag, wil nog niet zeggen dat het een goed plan is. De omwonenden vinden dit geen goed plan om meerdere redenen. Omdat we verwachten dat er eigenlijk een aantal grote problemen komen. Het belangrijkste is eigenlijk dat er heel veel geluidsoverlast in de hele buurt gaat komen. Hier achter ons voor de ontsluitingsweg naar die railterminal toe. Maar zeker voor de mensen die dichter bij de terminal zelf wonen dan ik. Echt het stapelen van de containers en het toeteren van vrachtauto's elke keer als er een container opgeladen of neergezet moet worden. Verantwoordelijk gedeputeerde Helga Witjes laat het volgende weten. Deze positieve uitspraak is een belangrijke mijlpaal, want daarmee ligt de railterminal ruimtelijk vast. En kunnen we de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van de railterminal Gelderland definitief afronden. We verwachten in het eerste kwartaal tot een gunning te komen, zodat de RTG kan worden aangelegd. Het is eigenlijk alleen nog maar het plan goedgekeurd door de Raad van State voor de inpassing van de terminal. Maar er moet nog van alles gebeuren. Er moet sowieso nog een flinke dot geld bij om de aansluiting van de Betuwe-route op het RTG mogelijk te maken. Dat zit nu nog niet in de begroting en die is al 65,5 miljoen euro. Dus dit project wordt echt mega duur en gaat ten koste van allerlei andere dingen in de provincie. Ondanks het besluit van de Hoge Raad heeft Koos nog altijd hoop. Eigenlijk wel, want er zijn eigenlijk maar twee partijen die het echt willen. Dat is de VVD en het CDA in de provincie. En een heleboel andere partijen zijn tegen. SP heeft ons heel goed geholpen ook bij de organisatie van Overbeter Overbelast. En een aantal andere partijen zijn ook al vanaf het begin tegen. Ook zelfs BBB, die nu de grootste fractie in de Staten is zwaar tegen, maar heeft zich laten overhalen door VVD om daarmee in de coalitie te kunnen komen. Op zich niet zo raar, want je moet nou een keer een coalitie vormen en dan moet je geven en nemen. Maar ja, echt fijn is het allemaal niet. Ja, dan gaan we weer even naar de Tweede Kamerverkiezingen, want over precies 3 weken is het al zover. En er zijn deze keer veel nieuwe gezichten in Den Haag. Alle nieuwe politici en partijen maken het voor veel mensen moeilijk om een keuze te maken voor de aankomende verkiezingen. Toch proberen ze alle de aandacht te trekken met een kekke verkiezingsposter. Maar zijn we een beetje op de hoogte? Kennen we de lijsttrekkers bij naam en herkennen we de posters ook als we de partijnaam weglaten? We vroegen het op straat. Ik heb een aantal foto's bij me. We kunnen een klein testje doen. Ik denk niet dat ik ze allemaal herken. Nee, ik zou het niet weten. Nee. Die is van het CDA, ja. Maar ik ben zijn naam kwijt. Die is van het CDA. Bonte iets. Bontebal. En kent u deze mevrouw? Ja, die ken ik, maar de naam herinner ik me niet. Maar wel een bekend gezicht? Ja. Ja. Wij zijn heel slecht in de naam. Ik weet alleen dat ze advocaat is, maar voor de rest weet ik niet meer. De naam weet ik niet. Nee. U herkent haar wel? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, zeg maar niks. Dat was Mirjam Bikker van de ChristenUnie natuurlijk. Totaal onbekend. Haga heet hij, ja. 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 Die ken ik niet. Nee. Ook helemaal niet een herkenning van het gezicht? Nee, die ken ik helemaal niet. Die ken ik ook niet. BVNL. Nee. Herkent u de partij wel? Nee, ook niet. Nou, BVNL kent de partij nog niet eens, dus laat staan de persoon. Nee. Nee. Dat is meneer Van Haga? Ja, die ken ik wel. En dit is een onderdeel van een poster. Mm-hmm. Herkent u de poster? Nee. Ja? Nee, herken ik helemaal niets van. Nee. Nou, wij komen echt slecht uit de bus, moeder. Nee. Dat zegt me natuurlijk wel wat, maar ik... Nee, ik had niet in de gaten dat het de VVD was. Is dat CDA of GroenLinks? Ken ik ook niet. U herkent de kleuren ook niet? Nee. Nee, ook niet. Het zal wel iets met groen te maken hebben, maar... Nee, zeg me niks. Een gokje?
Ja, het zal dan waarschijnlijk GroenLinks zijn, PvdA, maar er kan niemand, zit geen rood in. Dus nee, de groene, D66? Oh ja, oké. Okay. Ja. Hmm. Nou, mam. Het kan geen VVD zijn. Nee. Is dat Pieter Omtzigt? NSC? Nee, zegt mama niks. Nee, nee. Het zal waarschijnlijk weer VVD zijn. Ken ik ook niet. Ik ken blijkbaar heel weinig van die dingen. SGP. Ja. Nou, oké. Okay. De verbouwing van het Valkhof Museum in Nijmegen gaat sneller dan verwacht. De grote klus begint al in januari en is volgens de planning eind 2024 gereed. Eerder ging men er nog vanuit dat het museum pas in het voorjaar van 2025 de deuren weer zou openen. Dit blijkt uit een onlangs verstuurde brief van het college van BNW aan de gemeenteraad. Na de verbouwing gaat het museum zelf de nieuwe tentoonstellingsinrichting realiseren in het gebouw. Ook het plein Kelfkensbos aan de voorzijde van het museum gaat helemaal op de schop en krijgt een nieuwe indeling met veel groen en spraakmakende kunst. Het rivierengebied krijgt donderdag te maken met flink onstuimig weer. Het westen van de regio moet rekening houden met windstoten van 75 km per uur, zo meldt Weerplaza. Het KNMI waarschuwt dat storm Kiran deze donderdag voor overlast kan zorgen in Gelderland. De storm is tussen 10 uur en 3 uur op zijn hevigst en kan voor zware windstoten zorgen. Daarnaast wordt er geadviseerd om thuis te werken, als dat mogelijk is, mede om enorme files te voorkomen. In de bibliotheek van Wijchen is deze week iets ongebruikelijks aan de hand. Er zijn daar namelijk veel boeken niet te huur, maar te koop. Je kunt snuffelen tussen een uitgebreide selectie afgeschreven boeken, van romans tot tijdschriften. En er is ook een ruim aanbod aan kinderboeken en informatieve werken. Voor ieder wat wils en natuurlijk de kans om dat ene pareltje voor een prikkie op de kop te tikken. Naast de gewone dienstverlening die wij altijd hebben, hebben we op het moment een boekverkoop. Dat doen we twee keer per jaar, een grote boekverkoop. En dat kunnen jullie ook zien, dat er al onze afgeschreven boeken, die worden daar verkocht. 10% van onze collectie schrijven we af, zodat we ook weer 10% nieuw kunnen kopen. En dan kijken we altijd, gemiddeld is een boek 10 jaar oud. Maar soms gaan boeken er eerder uit omdat ze kapot gelezen zijn, of omdat ze verouderd taalgebruik hebben, of omdat de informatie achterhaald is. Dus het is eigenlijk is het van alles. Soms zijn het ook boeken die nauwelijks gelezen zijn, omdat er toch te weinig belangstelling voor bleek. En dan heb je natuurlijk een heel mooi boek te pakken. Heel mooi, gaaf boek nog. Dus het is een doorsnede van alles. Romans, informatief, jeugd, volwassenen. En wat voor soort mensen erop afkomen? Eigenlijk komt iedereen erop af. Iedereen die graag boeken leest. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om hier de boeken te kunnen kopen. Wij vinden het namelijk heel jammer als ze dan toch op bij het oud papier terechtkomen. Waar wij voorzichtig mee zijn is om bijvoorbeeld als een leerkracht komt voor scholen en die zegt dan van ja, ik wil graag goedkoop kinderboeken voor mijn bibliotheek. Dan zeggen we, nou dat doen we liever niet. Want er is wel een reden dat we ze afschrijven. Inderdaad, kinderboeken zijn vaak veel gebruikt, versleten, zien er niet meer zo goed uit. Of ze zijn gewoon verouderd en dan wil je ze ook niet in de schoolbibliotheek hebben. Maar verder kan iedereen een boeken kopen. En je zal het misschien zo meteen zien, maar er gaan echt mensen met stapels boeken naar buiten. Na een periode van tegenslag is de zaak weer gaan lopen. Ja, dat is de afgelopen jaren is het even wat minder geweest. En wij snapten eigenlijk niet zo goed waarom, want we doen dit al, zolang ik weet dat deze bibliotheek er is, in ieder geval zolang ik er werk, doen we dit al. En het liep altijd heel erg goed. En het heeft na corona even niet gelopen. En deze keer loopt het weer heel erg goed. Dus dat is heel fijn. En je kan dus boeken voor een prikkie kopen. Hè. Dus volgens mij, even kijken hoor, het is 1 euro per boek of 3 boeken voor 2 euro. Nou, daar willen mensen nog wel wat extra voor uitzoeken. Dan kijken we weer even naar de socials van vandaag. Op het Instagram-kanaal van wijkagenten Druten wordt voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat het terrein van de oude steenfabriek aan de Waalbandijk in Druten verboden terrein is. Afgelopen maand zouden meerdere jongeren daar betrapt zijn omdat zij daar aan het chillen zouden zijn. Het feit dat het pand als zeer onveilig wordt beschouwd is de voornaamste reden dat de politie hier extra op handhaaft. De betrapte jongeren hebben geen boete gekregen, maar in plaats daarvan een haltstraf.
Gemeente Mokum Middelaar laat weten dat ouderen binnenkort een gratis fietsspiegeltje kunnen krijgen. Namens de gemeente gaat het team Spiegeltje Spiegeltje op woensdag 8 november tussen 12 en half 4 in gesprek met ouderen over hun fietsgedrag en het nut van een fietsspiegel. En als dank voor het gesprek wordt er gratis een goede, moderne fietsspiegel gemonteerd. Het team staat die dag op de parkeerplaats bij de Plus in Mook. En studentenmagazine Vox meldt dat politieke kopstukken binnenkort in gesprek gaan met studenten van de Radboud Universiteit. Dit gebeurt 8 keer met in totaal 8 kopstukken van de grootste partijen. Dinsdag zal Henry Bontebal van het CDA het spits afbijten. Hierna volgen onder meer nog Van der Plas, Marijnissen en Jette. Studenten die aanwezig willen zijn, dienen zich vooraf aan te melden. Ja, zoals eerder deze uitzending al vermeld, krijgen we morgen te maken met storm Kiran. En als stormen een naam krijgen, is het meestal serieus. Toch lijkt deze nog enigszins mee te vallen. In onze regio krijgen we er vooral morgen aan het begin van de middag mee te maken. En zijn er windstoten mogelijk tussen de 70 en 90 kilometer per uur. Verder is er af en toe een bui, maar in onze regio zal dat aantal beperkt zijn. De dagen erna blijft het licht wisselvallig, maar de meeste regen valt in het westen van het land, dus niet hier. Wel wordt het langzaam iets frisser, met vrijdag slechts 10 graden als maximum. Toch koelt het in de nachten niet heel veel verder af, waarmee er voorlopig nog geen sprake is van nachtvorst. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 1 november. Houd voor het laatste nieuws onze website rn7.nl in de gaten. En volg ons natuurlijk ook op de sociale media Facebook, Instagram en X via RN7 online. Wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!